NFC tags. Je komt ze overal tegen. In winkels als beveiliging, in smart home apparaten, in hotelpasjes en zelfs bij contactloos betalen worden ze gebruikt. Ik heb hier 50 NFC tags liggen. In mijn geval zijn het stickers, maar je kunt ze in allerlei vormen krijgen. Stickers, kaartjes, noem maar op. Wil je zien hoe je ze kunt gebruiken om je wifi wachtwoord te delen of om mensen naar je site te linken? Blijf dan zeker kijken. Ik ben Robbe en ik ga jou vertellen wat je met deze tags allemaal kunt doen en waarvoor ze het handigst zijn. Wil je eerst even de video liken en abonneren op mijn kanaal? Zo mis je geen enkele video. Dat abonneren bijvoorbeeld kan je iemand al laten doen door een NFC tag te laten scannen met diegene zijn smartphone. Een NFC tag programmeren is echt makkelijk. Deze app hebben we nodig. Wat ik nu ga doen is een NFC tag programmeren. En dat doe je door op schrijf te drukken. Daar klik je op nieuwe gegevenssets. Als eerste zie ik de contactgegevens staan, hier van boven. De volgende functie is een link op de NFC tag schrijven. Bovenaan staat omschrijving. Daar kan je schrijven bijvoorbeeld YouTube kanaal. Dan ga ik de link kopiëren van mijn kanaal en die plak je in het daarvoor voorziene veld. En dan druk je op de blauwe knop schrijf. Dan klik je weer op schrijf en nu moet je de NFC tag waarop je wilt schrijven achter de camera houden, hier zo. En dan druk je op de blauwe knop scan voor bevestigen en je scant hem en dan staat er opslaan gelukt. En dan kan je op klaar klikken en nu als je hem scant gaat hij dus automatisch YouTube openen met deze link. Zoals je kan zien opent YouTube automatisch op mijn kanaal. Wil jij zien hoe alle andere functies werken en wat je er nog allemaal mee kunt doen? Check dan de volledige video op mijn kanaal.